De senioren burgers zijn het wachten op de uitbetaling van de toegezegde koopkrachtversterking BEU. Tijdens een vandaag gehouden persconferentie heeft Hugo Pinas namens de ontevreden leden van de BBGO, de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst, aangegeven voorstander te zijn van keiharde acties om aan hun geld te komen. De ontevreden leden van BBGO zijn verenigd in een actiecomité en hebben na de persconferentie een straatdemonstratie gehouden om hun ontevredenheid te uiten. BBGO is sinds september 2017 bezig met de uitbetaling van de koopkrachtversterking. Zowel Pinas als Lucia Sijp, lid van het comité, zegt dat de seniorenburgers nu hun geld willen hebben. Ik ga niet vergelijken wat anderen krijgen. Het zij ze vergund, maar de regering doet om niet ook toe. En waarom moeten we nu hasselen? Wat if we nog kiezen money nou? Dat wat we kiezen. Wat we kiezen. Dus, dames en heren, u begrijpt waarom wij eendrachtig moeten strijden. Ik mag u wel zeggen, een persconferentie DC, na trailer. Vandaag wordt je civiere. Sabe feti, over 2 maanden dan verkiezing dat we dat moet je civiere. Maar if we nog lopen voor za 2 maanden door, weet u hoeveel van onze seniorenburgers al heen zijn gegaan door Apina, door dat genoemd en die voedresie. Een meertje zijn je van nodig, want ik kom morgen over je voer, morgen meertje van nodig. Je hebt er aan nodig, morgen dan ze met Europa. Nou, dat kan drinken wat er aan spannen is, Revi. Maar uno, een voedingsmiddel nodig. Voor uno. Pinas haalde verder aan dat het actiecomité niet alleen zal opkomen voor senioren burgers uit overheidsdienst, maar ook voor de gepensioneerden van parastatale bedrijven. Je hebt sommige bedrijven die opgericht zijn of opgezet zijn als vervanging voor de overheid. Je hebt statistiekbureau, je hebt planbureau enzovoorts enzovoorts. Maar de mensen zijn doorgegaan om hun pensioenen te betalen. Dus die mensen zijn op een bepaald moment beland in de situatie van semi-overheid. Maar nu ze hun geld moeten krijgen, schijnt niemand meer een regel of een wet te vinden op basis waarvan die mensen hun pensioen moeten krijgen. En dat is knap lastig voor de mensen van de parastatale bedrijven. En het is daarom dat ik gezegd heb, ik ga extra aandacht besteden in deze persconferentie aan deze groep. Hugo Pinas, voorzitter van het BBGO actiecomité. Hij sprak vanmorgen op de persconferentie die door het comité is belegd. Aangegeven is wat de stand van zaken is met betrekking tot de uitbetaling van de toegezegde koopkrachtversterking. De persconferentie is gehouden in het KOB-gebouw aan de Burenstraat. De seniorenburgers hebben tijdens de straatdemonstratie gelopen van het KOB-gebouw naar het BBGO-bondsgebouw.